Vandaag gaan we iets echt spannends doen. We gaan stalkend achter de karper aan. Robert de Wild en Ties Itman gaan lichtbepakt en in een ontzettend mooie omgeving actief vissen op de sterkste zoetwatervis van Nederland. Het belooft een dag te worden die bol staat van avontuur, spanning en sensatie. Staat maar zo'n beetje water, dan zou het Ties moeten lukken om een volkje goed voor zijn bek te presenteren. En dat hij het ook kan zien of hij wel of niet wordt opgenomen. Oh, hij is prachtig. Ja. Ja, dit voorjaar weer actief achter de karpers aan, dus echt dat stalken op karper. Het aas bij die bek brengen, op wat voor manier dan ook. Je beleeft geweldige momenten, het is super spannend. Vaak alleen aan de waterkant, maar ik deel mijn vismomenten het liefst met die lange draak hier achter mij, met Robert. Rijden we stad en land af, verschillende waterpartijen. Echt mooiere momenten bestaan er wat mij betreft niet. De zon op je bol, het hengeltje haakje onderbrokkie, meer hoeft het wat mij betreft niet te zijn. Bij het stalken denk je natuurlijk aan klein water. Plantsoenvijvers, poldersloten, maar dat kan ook heel goed op groot water en dan vooral in de ondiepe zijslag. Maar vandaag gaan we vissen in het poldersysteem en we zijn heel benieuwd hoe beide heren het gaan aanpakken. Gaan, blijven zoeken, lopen, verder zoeken, nog meer lopen. Ja, het is eigenlijk een visserij waarbij je niet van tevoren weet waar je 2 of 3 uur later staat. Je weet niet hoe het loopt, je weet niet of en zo ja waar je vis tegenkomt. En als je dan vis tegenkomt, dan is echt het sleutelwoord is improviseren. Er is geen handleiding van zo vang ik een karper. Ja, de codewoorden zijn echt zoeken, goed zoeken, blijven zoeken, niet vies zijn van een stukje lopen. Ja, en op het moment suprem cool blijven en ja, op de juiste manier die vis benaderen met je aas. Zodat hij hem echt, ja, de kans het grootste is dat hij hem wel pakt en niet schrikt. Stalken betekent gewoon meters maken, op zoek naar die ene karper. En in zo'n omgeving is het natuurlijk een avontuur op zich. Maar wat doe je dan als je zo'n vis eindelijk gevonden hebt? Nee, als er hier een vis door dit zijstuk zwemt en ik zie hem aankomen van een afstandje, dan is gelijk die haakbrok erbij, in dit geval een vrolijk. En je legt hem gelijk aan, zonder te voeren, gewoon in de zwembaan laten zakken. Het liefst wat schuim voor zijn bek, zodat hij de brok ook kan zien. En op precies de diepte waar die vis zwemt. En dan 9 van de 10 keer scoopt hij hem gelijk mee. En sta jij met een kromme hengel. Natuurlijk heb je ook weigeraars erbij. Maar loopt hij dan met een bocht vooral omheen en probeer hem nog een keer aan te stalken. Want voor hetzelfde geld pakt hij hem de volgende keer wel mee. En dan heb je hem alsnog in het net. Ja, dat maakt vissen ook zo mooi. Die momenten samen beleven en wie hem dan uiteindelijk vangt. Ja, dat is bijzaak. Is het even weg wat? Is het visje? Ja. Vis. Ja. Verderop ook bij. Ja. Voeren is in principe niet nodig, maar als de vis wat verder ligt, kan het handig zijn om een paar brokjes te strooien om de vis dichterbij te krijgen. Hiermee lok je de vis naar je toe en kun je ze veel gerichter aanwerpen. Ja. Als je er nu naartoe trekt, dan juist. Ja, maar hij kan terugdraaien, hij komt terug. Ja, yes, lekker. Lekker, Robert. Dat zat er natuurlijk wel in. Wel oppassen met die lelies, man. Dat is dan gelijk ook het nadeel van dat stalken op grotere afstand. Heel goed kan zien wat je aanwerpt. Ten opzichte van onder je top. Het is een wat kleinere vis. Maar, ik weet niet of je hem al gezien hebt, maar volgens mij is het wel een vrij mooi spiegeltje. Hij heeft er ook zin in ook. Hij geeft in ieder geval waar voor zijn geld. Okay, yes. Precies. Hij lijkt... Uitgedrild. Hij lijkt er klaar voor. Oké dan. Ja. Yes. Hebben. Hij is binnen. Lekker man. Uit. Heerlijk. Ja, hij is wel mooi hoor. Mooi visje zeg. En dan ook nog stalkend, zo lekker aanwerpen en ook zien dat hij hem pakt. Maar ja, toen wist ik nog helemaal niet in dit geval dat het zo'n mooie vis was. Weet je, normaal gesproken zie je wel ongeveer wat het is. Dit was meer een soort van verrassing. Een lot uit de loterij, zullen we maar zeggen. Ja, dit wordt wel wat hoor, deze vis. Godverdrie zeg. Hey. Ja, als dit nog een beetje doorgroeit ook, joh. Kijk dan, die kleur erop. En dat in zo'n Hollandse polder.
Ja, veel mooie omgeving. Veel beter wordt het niet. Top man. Mooi. Voor het vangen van dit soort vissen heb je eigenlijk maar heel weinig materiaal nodig. Denk aan een lichte 2 pons karperhengel van 12 voet, 2800ste nylon en een molentje in de klasse 4000 of 5000. 1000? Dat lijkt wel karper. Zou kunnen. Dat is karper volgens mij. Ja, hier zo. We vangen hem hij draait terug. Hè? Hij draait nu terug. Jongens, we vangen hem gewoon op aan beide kanten. Als hij hier komt, pak ik hem gelijk. Hier leg hem gelijk aan. Ik zie hem, ja. Hij gaat richting overkant nu. Als hij nu mijn kant in komt, dan leg ik hem dicht. Hij zwemt vrij hard. Ik zie hem. Maar ik durf hem zelfs nog misschien werpend aan te gaan. Hij zwemt ook niet zo hard dat het kansloos is. Nee, precies. Ja. Yes? Ja. Ja, hangen! Yes! Lekker man! Schitterend. Het was toch vrij rap zwom, hè? Ja, maar je scoopt hem wel gelijk mee. Zo, en niet te zuinig ook. Hij heeft ook wel aardig power. Zo. Hij kan de kant in, of niet? Nou, dat ook niet, maar wel onder mijn top bijna, dus... Zo, goedemorgen jongens. Gaan we. Hoppa. Toch weer een mooi voorbeeld van hoe snel je moet zijn voordat ze alweer uit je werp of uit je aanlegzone zwemmen. Hè? Hij kwam heel even, kwam die zeg maar in het bereik van zeg maar onder mijn hengeltop. Ik denk, de route, hangen ervoor. Nou gelijk, hij zwom er recht op af. Ik had hem schuin voor in zijn bek hangen, zodat hij hem kon zien met een van zijn ogen. Ja. Aan de linkerkant. Ja, dit was klassiek. Hij zwom er gewoon vol op af. En hij pakte hem gewoon zonder enige twijfel gewoon in één keer. En dan zie je toch ook wel dat die vissen ook wel behoorlijk goede ogen hebben, zeg maar. Ik heb het niet goed kunnen zien of die echt lekker goed gehaakt zit. Dus dat blijft altijd even billen knijpen totdat je zo'n vis binnen hebt. Want ja, hij is toch wel behoorlijk pittig aan het tegenstribbelen. En ik kan hem ook niet te veel ruimte geven met die takken aan de overkant en alles. Maar ik denk dat die... Ik denk dat we wel goed zitten, want anders had hij inmiddels wel los moeten schieten. Maar ja, je weet het niet, hè? Het zal hem toch wel worden. Yes! En binnen! Daar worden we vrolijk van. Zeker, daar word je zeker vrolijk van. Het is dat vissen geen geelzucht kunnen hebben, anders had ik gezegd van ik weet het niet. Schitterend man. Ah, wat een mooie vis, mooie maat. Wel mooie grap, kleur. Wel grappig ook, hè, dat we, zoals we het wel vaker gedaan hebben, toch met z'n tweeën aan twee kanten, laat maar zeggen, een soort van booby trap leggen. Dat je toch niet weet waar zo'n vis naartoe zwemt. Ja, degene die hem dan onze top krijgt. Ja, je hebt gewoon mijn vis gekaapt eigenlijk. Ja, mooi verhaal is dat. We hebben hem wel. Ja, het is je van harte gegund, jongen. Kijk dan, joh. Mooi hoor. Mooi gaaf bekkie erop. Gaan we hem maar eens even lekker... Mag hij weer terug, toch? Terug in het water zetten. Super. Okay. Ik denk dat ik heel eventjes dit hele stuk hier in de gaten blijf houden met dat doorgangetje hier, weet je wel. Ja, ik kijk verderop bij het kommetje even. Ja. Yes. Ja, ik zet er even een nieuw elastiekje op. Dus een klein beetbandje, die zet ik met mijn bolienaald op de haak. Haakmaatje 8 of 10 is ruim voldoende voor het stalkend vissen. Die pakt goed vlees en als die eenmaal verankerd zit, dan is dat prima. En ik vis nu met een frolic, waar ik een stukje van af heb gehaald. En die hang ik gewoon in de beetband. Die hang je dus in het elastiekje op zo'n manier, dat de haak buiten de brok hangt. En nou zou je zeggen, ziet die vis dat niet? Maar je biedt het natuurlijk zwevend aan bij de bek. En dat is gewoon prima. Die vissen die zien dat niet, die pakken dat zo mee. Zelfs op heldere water hebben we daar geen problemen mee. En het is altijd belangrijk dat de haak haaks op de brok hangt. Zoals je hier kan zien. Zodat als je een aasopname hebt, dat die gewoon goed vlees pakt, die haak. En dan kan het bijna niet fout gaan. Ja, wanneer de vis nou echt aast op het oppervlak... En wat minder op half water, dus echt goed naar het oppervlak komt, aan plantjes aan het knagen is, aan lelies.
Ja, dan schakel ik over op de drijvende brok. Je kan de 1 of 2, afhankelijk van de werpafstand, in hetzelfde principe in het elastiekje hangen. En dan kan je ook drijvend vissen. Dus de montage is hetzelfde bij het zwevend en het drijvend vissen. Bij het actief vissen op karpen leg je vaak grote afstanden af en kom je op de mooiste plekken terecht. Maar laat je niet alleen leiden door je enthousiasme en zorg dat je die gratis visplanner app op je telefoon hebt. Want dan kun je zien of je op het betreffende stuk ook met de vispas mag vissen. Ja, ik zie een flinke schub daar in de lelie scharrelen. Hij zit wat aan die bladen te knagen. Maar hij ligt wat te ver weg voor een frolic. Dus ik heb er even drijvende brokken op gezet. En ik ga hem proberen te vangen dadelijk. Eerst aan te leggen, voorzichtig. En hopen dat hij hem meepakt. We gaan het zien. Let op hoor. Dat kan er wel eens gaan worden, jongens. Ik weet niet wat, maar volgens mij heb je er eentje aan. Ja, man. Oei, oei, oei. Ja, hij wil... Ah, ha, ha, ha. Hij heeft die sloot, hij wilde die sloot natuurlijk in. Oh, hij knalt hem hier nu naar rechts. Jongens. Of het is een andere vis die schrikt. Ja, dat is een vis die schrikt, denk ik. Losse? Ja, hij pakte vol. Hij pakte hem echt vol. Hij dook ineens hiervoor op. Ik denk, ik gooi hem erachter. Hij draaide. Ja, ik wist al dat het hem ging worden, maar niet te blokken. Wat een vis, joh. Scheisse. Een warme, windstille zomerdag is natuurlijk ideaal voor een dagje stalken. Maar ook een koele dag met een klein kabbeltje kan heel productief zijn. Vooral in dat vuilhoekje waar voedsel samenkomt en vaak meerdere karpers liggen te wachten. Hij daarachter zit, bij het blaadje. Ja, daar zie je die kop. Ja, je hebt hem. Yes! Yes. Ja, ik zag het. Oeh, als hij maar niet die takjes inraadt. Yes. Als hij naar rechts, geef hem niet te veel lijn, want dan heeft hij de afstand, kan hij maar die takken maken. Dat had ik met die vis ook. Ja. Juist, je hebt nog 5. Ja, top. Als jij nog 1-2 stappen naar rechts maakt, dan hou je hem niet. Ja, wacht even hoor. Ik sta in een... Ja, dit is veengebied, jongens. Ik zak bijna tot aan mijn enkels erin, maar dat is het wel waard voor deze vis. Je linkerpoot omhoog. Ja, die mat er even onder, ja. Beter. Kijk dan, joh. Zelf man, hij. Ja, lekker. Lekker knus zo. Samen op een matje. Het lijkt net kamperen. Zo heb je geen vriendin meer nodig, joh. Laten we het bij vismaat houden, hé. Yes. Ja, lekker zeg. Oh, mijn net. Oeh. Dit is pas vissen. Oeh. Heb je hem? Ja. Kom maar, doe hem weer nu stil. Yes, zelfs. Inmiddels is die rechter verzonken stad geworden. Dat gaat niet lekker zo. Zo, ik heb bereikt wat de poot, joh. Nee, ik kan wel zien dat hij uit een vuilhoek komt. Inderdaad. Bovenlippie. Uit het vuilhoekje geplukt op een drijvende hondenbrok. Onder een toppie. Ja, dat werkt wel, dat stalken. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Dat is nog zacht uitgedrukt. Ja, deze visserij die zouden we eigenlijk... iedere karpenvisser willen aanraden. Weinig spullen, lekker gaan, lekker zoeken en ja, mooie vissen vangen. Wil je nou meer tips bij deze visserij? Lees dan zeker ook het artikel, het bijbehorende artikel in de rubriek Visblad TV van het juli-nummer van het Visblad. En als je dan toch bezig bent, abonneer je gelijk even op het YouTube-kanaal van Sportvisserij Nederland. Nou, dan mis je vanaf nu geen video meer. Tot de volgende keer.